All packed together. Shablam, shablam. Assalamu alaikum. Assalam, salam. Dit is jullie... Ja, dat is snack tabora. Ja? Snack tabora. Alles is hier lekker. Dat is, ja? Dat is de beste frietkot van Brussel. Ja, waarom? Maar ik weet niet, dat zo de service. De service is altijd... De service is fantastisch. Ja. De muziek is altijd goed. Ja, voilà, klassieke muziek. Met welke muziek? Ah ja, Sus Biki. Jullie zijn filmmakers. Jullie hebben twee films gemaakt. Ja. Denk je ook wel dat het misschien voordeel heeft om Marokkaanse filmmaker te zijn? Maar in ons geval was dat omdat er geen enkel was in Vlaanderen. We waren slachtoffer van positieve discriminatie. Ja. Dus in die zin, ze zagen dat niemand die verhalen vertelde. En dan hebben ze ons de kans gegeven, want ze zeiden eindelijk twee mensen die andere soorten verhalen gaan vertellen. Want alle films die je ziet, alle series, alle fictie op televisie of in de cinema, dat is allemaal gewoon blanke mensen die verhalen vertellen van blanke mensen. Brussel, Antwerpen en Gent op televisie en in fictie is blank. Ja. Maar je ziet hier, Brussel is niet blank, Mechelen is niet blank, nee, Gent is geen blank afspiegeling van wat er op de straat leeft. Ja, en meestal als er een allochtoon in beeld komt, dan is dat meestal voor de driezelfde rollen. Is oftewel een crimineel, een terrorist, oftewel een... Of een schoonmaker. Of een knuffelmaker. Ja, een schoonmaker die de knuffel maken. Hebben jullie, maar niet per se jullie, maar... Het Vlaamse volk. Hoe wordt dan ook meer Vlaamse volk? Ja, hebben jullie Hollander moppen? Ja. Dat je er veel kaas frit en dat je de klompen draagt, zo'n shit. Dat is geen mop, dat is waar. Jullie fucked up accent altijd. Fucked up accent. Je wordt altijd gelachen over Okay. Jullie zeggen school. En, wat is het? School. Dat is school. Het is school. De school. Nee, het is school. Nee, nee, maar hoe zeg je goed? Goed? Ja, wat zie je? Goed. Nee. Er staat toch een G? CH. Er staat toch geen G? CH en G is niet hetzelfde. G is ge en CH is ge. Oh nee, zelfs niet ge. Ja, maar zo kan je alles wel kapot maken. School en goed. Oh, shit. Met die friet op, hè. Met die friet op. Fuck that. Is het beter om Marokkaan in België te zijn? Of in Nederland? Well, dat is moeilijk. Wij wonen niet in Nederland, maar wij moeten wel constateren dat de populairste acteurs zijn mensen zoals Ahmed Akabi of Nasreddin Shah, die prijzen winnen en zo. En populaire figuren zoals Appa en daar redden heel veel van die populaire mensen. De burgemeester van Rotterdam is een Marokkaan die geïmigreerd is. En dat gaat, de dag dat een Marokkaan de burgemeester zal zijn van Antwerpen, dat is nog niet voor morgen. Hè. Het feit dat allochtonen ook hun bek openen en zo. Zorgt er wel voor dat er wat meer evolutie kan zijn in mentaliteit. Dat het niet zo raar is om een burgemeester te zien of een populaire zanger of acteur van een andere origine dan puur blank. En in Vlaanderen praten ze gewoon niet. Nee. Is er een verschil tussen Nederlandse films en Belgische films? Nou ja, Nederland heeft 3 Oscars gewonnen bijvoorbeeld, terwijl België nog 0. Maar stil, de laatste paar jaar hoor ik wel ook van vrienden van ons in Nederland dat Vlaamse film veel kwalitatiever, veel beter is geworden. Er zijn twee Oscar-nominaties op zeer korte tijd geweest, zoals Helaas der Dingen of Broken Circle Breakdown, Runskop. Al die films die vroeger niet gemaakt werden, die zijn er nu. Ja. En in Nederland zijn ze veel technischer beginnen worden, proberen Amerikaanse films na te bootsen en niet meer creatief, niet meer zo creatief zijn. Gewoon, basically televisie. Of gewoon films die er goed uitzien, maar niet echt een creatieve inhoud hebben. Niet echt op scenario bezig zijn en zo. Puur commercieel. En dat is dan een bizarre onverwachte evolutie. Dat Vlaamse films telkens aan meer kwalitatief beginnen worden dan een Nederlandse film. Ja, wat hij zegt. Ja, zo. Alles goed met jullie? Chill. Wat is dit de hele tijd? Wat gebeurt er nou de hele tijd? Onze Adil El Arbi heeft de slimste mens gewonnen. De slimste mens? Ja. Van België. De slimste mens ter wereld eigenlijk. En iedereen kent hem als een revolutie, want hij is de eerste Marokkaanse Belgische man die dat heeft gewonnen. Ik ken hem nog maar net, maar hij ziet er toch niet per se heel slim uit, toch? Wel, je weet. Word jij niet een beetje moe van? Nee, dat is goed. Dat verkoopt de film. Hoe word je een goede Belg? Goede Belg. Vlaming. Is het ons vragen? Ja, dat is wel een heel diepzinnige vraag. Ja, je ziet er wel goed Belgisch uit. Ja, je ziet er al een Belgisch uit. Zie ik er Belgisch uit? Ja. Je ziet niet te groot zoals alle Hollanders, dus Savannah. Vind je me klein? Ja? Ja.
Maar als ik dan gewoon een beetje zo ga praten... Ah, dat is al beter. Dat, ja, dat is al beter. Ja, jullie zijn er aan het komen. Ja. Oh, ik ben er al eigenlijk. Ja, ja. Hey. Oh, ze vinden het superleuk. Hey, papi. Hey, goeie gast. Yes, yeah. Ik ben Belg. Echt? Hebben jullie een tip voor de Nederlanders die nu aan het kijken zijn? Goedendag, broodje koket. Nou, hey, alles goed met jou, Honders? Als je me naam een gatje niet blauw. Ja, gewoon ga met die banaan. Ga met die banaan. Ga met die banaan. Met die banaan. Geen twijfels. Ja, geen twijfel. Ga met die banaan. Twijfel niet, man. Peace. Peace allemaal. Ja, sorry, maar dit lijkt echt nergens op. Dit is echt zo slecht. Allee.